Ga lekker zitten, jongens. Meiden, dames en heren. Wat leuk dat jullie allemaal zijn vanavond. Super tof dat je er bent. Ik zie bekenden. Nice. Wie heeft er een beetje zin in vanavond? Alright. Het is een beetje, ik snap dat het allemaal een beetje spannend lijkt. Allemaal heel erg officieel en zo. Is het ook wel een beetje. Maar het is ook gewoon goed om lekker, dankjewel Karin, om lekker jezelf te zijn. En gewoon te genieten van de tegenwoordigheid van God. En met elkaar ook te worshipen, Julian en de band. Te gek dat jullie hier zijn om ons in aanbidding te leiden. Dus laat het ook gewoon lekker over je heen komen. Zowel het onderwijs als gewoon de aanbidding. Dat het een moment mag zijn die speciaal voor je wordt. Dat je toch iets mee naar huis krijgt waarvan je denkt, nou wauw, dat is echt mijn gebed. Ik ga beginnen en voordat ik dat doe, ga ik nog even bidden. En dan gewoon de Heer vragen. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn, Heer, dat u zegen is op ons allemaal. Wilt u tot ons spreken? Heer, wilt u mij daarvoor gebruiken? Wilt u mij helpen om te luisteren naar wat u zegt, Heilige Geest, dichtbij te komen, zodat we het begrijpen? Bid voor iedereen die hier zit, maar ik bid ook, Vader, dat we via de media en de camera's de mensen thuis ook mogen bereiken en bemoedigen in de naam van Jezus. Amen. Alright. Nou, hartelijk welkom bij de allereerste Simply Jesus persoonlijk. We hebben vaker dit soort settings gedaan, maar we kiezen er heel bewust voor om lekker klein en intiem te zijn. Na te denken over wat Gods woord zegt en je te bemoedigen. En de eerste serie waar we mee willen beginnen is het thema Sterker. En ik ben erop gekomen omdat ik erachter ben gekomen dat, ja, dat is toch een beetje helaas, dat een heleboel mensen wel heel graag sterk willen zijn, maar het in feite eigenlijk helemaal niet zijn. Zich sterk voordoen, maar ten diepste gewoon heel erg onzeker zijn. Niet precies weten, heeft God dit nou gezegd of niet? En daarin zo zoeken. En eigenlijk zie ik voortdurend een kerk die wel wil, maar tegelijkertijd ook weer faalt. En zich dan afvraagt, Heer, waar bent u dan? En ik heb over nagedacht. Ik heb gezegd, Heer, mag ik misschien een aantal thema's aan elkaar rijgen die mensen gewoon helpt om sterker te staan? Dus ik hoop dat je een aantal dingen gaat herkennen, dingen gaat zien waarvan je denkt, hé, daar heb ik wat aan, daar kan ik in mijn dagelijks leven ook echt wat mee. Wat ik echt in geloof, is in veerkracht. En het Engelse woord is resilience. Dus dat betekent dat je terug kunt komen als je tegenslag krijgt. Ik heb vandaag al een heel aantal dingen gedaan hier in het theater. Een heel aantal leuke plekjes en hoekjes. Hele kleine overdenkingen gemaakt. En een van de overdenkingen die ook weer voorbij kwam, was het spelen van een videogame. Wie van jullie speelt er wel eens een videogame? En enkeling, wie heeft het wel eens gedaan? Ja, iets meer. Ligt je of je ligt het niet? Mijn zoontje van een jaar of 12, die is echt een hartstikke fanatieke FIFA-speler. En ik doe mee, want we hebben gewoon flinke competities, dus het is echt heel erg leuk. En ik moet helaas toegeven dat hij stukken beter is dan mij. Maar met enige uitzondering win ik af en toe nog wel eens van hem en dan wrijf ik het er ook lekker in. Het is altijd ontzettend leuk om te doen. En die andere jongen die houdt veel meer van wacky Wii's en dat soort dingen. Nou, het is allemaal begonnen, jaren geleden, met de aanschaf van een Wii. En daarbij zat Super Mario. Wie van jullie wel eens Super Mario gehoord? Nou, dat bracht mij natuurlijk helemaal weer terug naar mijn childhood, want ik had een Game Boy. Echt voor de oldies onder ons. Ik voel me inmiddels zo oud. Weet je wel. En als je ook die pixels kijkt op dat scherm, weet je wel, dat het poppetje kon bewegen en doen. Maar de grap van dat hele ding was, al die obstakels, die poppetjes waar je overheen moest, die bruggetjes waar je overheen moest springen, die gaps die je moest overslaan, de buizen waar je daarheen moest gaan. De obstakels en de moeilijkheid maakt dat het een leuke game is. Dus mijn jongens hadden Super Mario en toen kon ik natuurlijk gewoon even mijn Super Mario skills laten zien thuis. En de ene, come on pap, en ik kon het nog echt een beetje. Ze waren super trots op mij, uiteindelijk eindbazen verslaan, weet je wel. Ik was hun held, dus helemaal happy. En dan gaan de jongens beginnen en wat er dan gebeurt is, de eerste paar keer weet je gewoon niet goed hoe je het moet doen. Dus dan is de ene teleurstelling na de andere teleurstelling heel snel. Zo met die tune dat het zeg maar niet goed gaat, game over. En het frustrerende is dat ik bij hun zie dat juist als ze er tegenaan lopen dat het niet werkt, dan zie je dat ze balen en ook eigenlijk op willen geven. En toen dacht ik, zou dan een videogame zonder obstakels veel leuker zijn? En toen dacht ik, ja, eigenlijk niet. Want het gaat juist om de euforie dat je kunt winnen van iets. Dat maakt het spannend. Dus de obstakels in de game maken dat de game waardevol wordt. En als je dat op het leven legt, ga je dan eens heel anders naar kijken. Ergens hebben wij als kinderen van God het verlangen naar een leven zonder obstakels.
naar het ene hoogtepunt, naar het andere hoogtepunt, mooie dingen. Maar is het niet zo dat de obstakels van ons leven mooier kunnen maken? Dat als we ze overwinnen en als we ermee om leren gaan, als we niet twee keer in hetzelfde gat lopen, maar bijvoorbeeld omheen leren klimmen, of omheen, dat maakt ons als mensen uiteindelijk veel rijker en veel mooier. Kun je dat een beetje met me eens zijn? En het verlangen dat wij ergens hebben naar die perfectie, en natuurlijk geloof ik dat we op een dag in de hemel, dat het allemaal perfect zal zijn, weet je, dat als je op het gras stapt, dat het gras niet kapot gaat en zo, maar dat soort mooie dingen. Maar this is life. En wij moeten leren ons dagelijks leven te synchroniseren met het woord van God. Maar daar horen ups en downs bij. Seizoenen in het leven. En dat is heel belangrijk. En we zitten in de winterperiode. Ik moet je eerlijk zeggen, je zou het bijna niet zeggen, want het is ontzettend lekker warm. Het is, 12 tot 15 graden geloof ik. Wij hebben echt al even lekker in het zonnetje gezeten. Maar als je nadenkt over het leven, dan mogen we erkennen dat er in het leven verschillende seizoenen zijn. En soms kan het leven zo overweldigend zijn dat je jezelf wel eens afvraagt, als de een het heel zwaar heeft, kan ik dan wel genieten van mijn hier en nu? Dat is soms zit je op een conferentie en dan hoor je de meest schrijnende dingen aan de andere kant van de wereld. En dan denk je, ja, zit ik in de zon, weet je wel, met een glaasje water of een glas wijn. En is dat dan wel oké, zeg maar zo. Ik weet nog goed dat ik dat een keer met mijn vrouw over had thuis. Ik zeg, liever, ik vind dat zo lastig, er is zoveel nood, zoveel ellende. En zitten wij hier gewoon even lekker te genieten, is dat dan wel oké? En toen zei zij heel wijs tegen mij, zegt ze, lieverd, zegt ze, ons seizoen van pijn en rouwen zal ook komen. En toen dacht ik, ja, ze heeft wel gelijk. Want het leven is vol met seizoenen. En onze pijnmomenten komen ook. En het is heel goed om je dat te realiseren. Nou, even een Bijbeltekst erbij. Genesis 8, vers 22. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte. Zomer en winter, dag en nacht, nooit komt daar een einde aan. God is een God van seizoenen. Hij heeft de seizoenen in onze schepping gebracht. En die seizoenen hebben allemaal een doel. En als ik kijk naar wat de Bijbel hier zegt, dan ga ik het even heel dichtbij brengen, zodat je precies snapt wat ik bedoel. Als ik het heb over relaties, mensen leren kennen, van iemand gaan houden, dat zijn ook seizoenen waar je doorheen gaat. Ik weet nog heel goed dat ik verliefd werd op Joyce. Ik had echt het idee dat wij het altijd overal over eens zouden zijn. En daar wordt het natuurlijk een beetje gegniffeld. Want dan denk je als je verliefd wordt op iemand. Je herkent iets van jezelf, maar inmiddels zijn we natuurlijk wat wijzer geworden. Echte goede relaties zijn ook vaak tegenpolen van elkaar. Hè? Dan trekt elkaar ook aan. Hebben wij ook. Zij heeft een aantal dingen die ik absoluut niet heb en andersom. En gelukkig maar, dat maakt ons sterker. Maar als je kijkt naar relaties, dan zie je dat niet alle relaties het altijd volhouden in de seizoenen. Dan ga ik ze even schetsen. Je hebt lente. Tijd. En dat is eigenlijk de periode dat je verliefd wordt. De vlindertjes vliegen. En het eerste groen. En de plantjes. En alles is mooi. En alles is leuk. En je vindt alles leuk aan iemand. Je denkt dat je op één lijn zit. En als je door lente heen komt, dat is meestal het makkelijkste, dan kun je in de zomer komen. En de zomer is eigenlijk de periode van passie. Dan bloeit het en groeit het. En vuur en zonnestralen en fantastisch, het klopt helemaal. En je bent het er samen over eens, weet je. Wij gaan niet meer bij elkaar vandaan, want wij zijn echt gewoon een supersetje. Maar dan komt de herfst. En dan vallen de eerste blaadjes van de boom. En dan kom je erachter dat ze niet altijd gelijk heeft. En het is voor mij oneerlijk, hè, om zo over haar te praten. Want zij zal haar kant van het verhaal ook hebben. Ik denk dat zij haar herfstmomenten ook heeft gehad. Ze zei, nou, ik dacht dat het zo'n leuk of aardige jongen was, maar er is nog meer te ontdekken, et cetera. En vervolgens, als je door die fase komt, dan een hoop mensen haken al af, hè, in die fase. Zeggen, nou, vind je eigenlijk niet leuk meer. Er zijn ook mensen die zijn helemaal verkikkerd aan de kik om verliefd te zijn. Dus die halen het eigenlijk nooit tot in de herfst. Laat staan tot in de winter, want die komen eigenlijk, die willen altijd weer terug naar de lente of in de zomer blijven. En dan zie je dat die het moeilijk vinden om het vol te houden als het lastiger wordt. Nou, in de herfst kom je erachter dat je het niet altijd met elkaar eens bent. Er kan wat strubbelingen komen enzovoort. En dan komt de winter. En in de winter is het gewoon even tough. Kan het best wel even moeilijk zijn. Dat je denkt, nou, dit was niet wat ik ervan had gedacht toen het lente was.
ik had het allemaal anders gezien. Het kan koud zijn en wat eenzaam en wat schuren. Het kan ook heel gezellig zijn in de winter. Onder een dekentje met een lekkere warme chocolademelk en dicht bij een vuur. Maar winterperiode staat ook gewoon voor rust en voor kou. In de winterperiode moet je komen op het punt, en dat is een hele leuke, om het met elkaar eens te worden over het feit dat je het wel eens oneens bent. Hey. Openbaring. Als je het kunt eens worden over het feit dat je het wel eens oneens bent, dan ben je een heel eind. Want na de winter breekt opnieuw de lente aan. En daarna de zomer. En daarna opnieuw weer de herfst. En de winter. En zo zijn de seizoenen in het leven. Nou, dit is even, je denkt, ik dacht Simply Jesus persoonlijk, dit is gewoon een relatiecursus, daarvoor ben ik niet gekomen. Hè? Nou, ik zal er snel over ophouden. Maar ik wil het dichtbij brengen, zodat je snapt door welke seizoenen je heen gaat. En dat je uiteindelijk op het punt komt dat als je erachter komt dat je niet altijd eens bent, dat je het dus eens kunt worden over het feit dat je het niet altijd eens bent. Nou, back to your reality. Je relatie met God. Je komt tot geloof in de lenteperiode. En je ziet het licht en je denkt, je valt van je paard, en net als Paulus, misschien was het maar zo voor sommige mensen. Maar er is iets wat in jou getriggerd wordt, in Gods liefde. En je hoort een aantal hele positieve preken over, als je je leven aan Jezus geeft, zal dit, zal dat. En allemaal mooie dingen. Maar dan kom je er op een gegeven moment achter, in je leven, als fases verder gaan, dat sommige dingen nog steeds moeilijk zijn. En sommige dingen nog steeds pijn doen. En sommige dingen nog steeds, dat je daar geen antwoord op vindt. Hoe hard je ook zoekt. Sterker nog, ik heb wel eens gehoord, persoonlijk ook wel eens gemerkt, dat juist als je de goede kant op gaat, dat er tegenslag komt. En dat er weerstand komt op wat je zou moeten doen. En dan zou je kunnen afhaken. Dat is ook wat een hoop mensen doen. Dan zouden ze kunnen zeggen, ja, dan klopt mijn gevoel van de lente en van de zomerperiode dus niet. Maar dat is niet waar. God is een God van seizoenen. En als je leert volhouden en als je leert berusten in het feit dat je niet altijd alles weet en het feit dat je het misschien zelfs ook wel eens oneens met God zou kunnen zijn. En dan houden we het even zo op dat je hem gewoon niet begrijpt. Want ik bedoel, hij weet het allemaal, weet je wel. Ik bedoel, hij weet wat hij doet, hij weet waarom hij het doet. Maar kun je voor jezelf tot het punt komen dat je zegt, Heer, ook al snap ik niet altijd alles, ook al weet ik niet altijd alles, ik vertrouw u. En ik zou willen zeggen, ik geloof in God. Niet altijd omdat ik hem in alles begrijp, maar omdat ik van hem ben gaan houden. En dat klinkt bijna als een echte relatie. Omdat je met elkaar niet altijd over alles eens bent, of de bank nou geel moet zijn, of rood, ik heb geen idee. Daar kun je over. Het is even een hele easy meningsverschil. Maar je gaat het met elkaar doen, want je wil bij elkaar zijn. En zo kan het ook zijn in je relatie met Jezus. Dat er dingen zijn in het leven die je niet altijd even goed snapt, maar waarvan je zegt, Heer, ik begrijp niet, maar er is één ding, ik hou van u. U zit hier. En niet alleen maar hier. En ik leer communiceren vanuit het hier. En dat betekent dus dat je sterker wordt. Ook op het moment dat het leven anders zou kunnen gaan. En ik ben er zelfs van overtuigd, en zometeen in de volgende onderwijsblokken gaan we het ook met elkaar daarover hebben. Dat wat moet je doen op het moment dat het moeilijk is? Wat moet je doen op het moment dat je door seizoenen heen gaat? Dat je door tegenslag heen gaat? Dat je door stormen heen gaat? En het allergevaarlijkste is dit. Is dat je denkt dat als je door die seizoenen gaat, hij houdt niet meer van me. En ik zou vertellen, dat kan voor heel veel mensen een hele reële angst zijn. En dat is eigenlijk heel kinderlijk geloof. Als het goed gaat, houdt hij van me. Als het niet zo goed gaat, houdt hij niet van me. Je kent dat bloemetje wel, toch? Hij houdt van me, houdt niet van me, houdt van me, houdt niet van me, houdt van me. Ik weet nog heel goed dat ik met een man face-to-face aan tafel zat, een keer lekker ergens een stukje vlees te eten. En ja, hij zegt, het gaat goed. Maar de tegenslag, dan had hij gelijk 100.000 twijfels over God, of die überhaupt wel bestond. Ik zeg, volgens mij is jouw barometer
of God van je houdt of niet, is helemaal gebouwd op je omstandigheden. En dat is eigenlijk heel menselijk, want ons hele systeem zit zo in elkaar. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Want op het moment dat het goed gaat, krijg je complimentjes, is het oké. Maar als het minder wordt, ja, dan moet je even worstelen, even struggelen. Kan het zo zijn dat wij een heleboel van wat we voelen en een heleboel van wat we opbouwen, dat we dat baseren op het wereldse systeem van beloning, dat als het goed gaat, krijg je een plus. En als het wat minder goed gaat, dan krijg je hem niet, of zo. Zou het kunnen zijn dat ons hele westerse denken zo een eenheid is geworden, dat het zelfs onze relatie met God in de weg staat? Ik zal je eerlijk vertellen, bij mij was dat zeker het geval. Als het goed ging, als de deuren open gingen, de erkenning was, dacht ik, nou, de Heer is met mij, de zegen van de Heer is op me, weet je wel. In het Engels kun je het zo mooi zeggen, the blessing of the Lord, weet je wel. Dat zag het all over. Maar wat als die blessing nou niet in de buurt lijkt te zijn? Dan zou je kunnen denken, heb ik dan iets verkeerd gedaan? Ja, de zegen zou er dan toch moeten zijn? Heb ik dan de afslag gemist? Sta ik op het verkeerde feestje? Heb ik iets? En ik ben er echt van overtuigd dat God ons naar die plek wil brengen, dat als we die zegen niet voelen, niet proeven, niet ervaren, dat we nog even confident zijn in dat we een kind van God zijn. En dat is spannend. Want weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je seizoenen nodig hebt, dat het even niet zo lekker gaat. Want daar moet je hem leren. Oh my Lord. Ik dacht dat ik een hele bemoedigende boodschap kreeg vanavond. Lekker opgepept naar huis. Ja, ja, ja. Komt eraan. Don't worry. Maar ik wil ook tegen je zeggen dat als het even minder is, ondanks nog een vriend van mij, gaat echt door een hele moeilijke fase in zijn leven. Hij zegt, zo lastig. En toen zei ik, als er ooit een moment komt in je leven om te omarmen dat je nog steeds de zoon van God bent. Zo in het Engels zo mooi, the righteousness of God in Christ. Een rechtvaardige in Christus. Ik zeg, dan is het nu. Ik zeg, nu moet je jezelf dat vertellen. Juist als alles tegen zit. Dus mocht het eens een keer tegen zitten, mocht het eens een keer herfst worden bij jou in je persoonlijk leven, of mocht je eens een keer door een winterperiode gaan, vergeet dan niet dat het juist die periodes zijn waarin je kiezen moet en zeg, hey, ik geloof wat u tegen mij gezegd heeft. Want als je de vlinders voedt, is het makkelijk om verliefd te zijn. Maar wanneer je de vlinders niet meer voedt en je de vieze sokken op moet ruimen, dan is het soms een keus. En zeg, hey man, I still love you and I stick with you. En als we dan kijken naar hoe God de wereld gemaakt heeft, hoe de seizoenen gezet heeft, dan denk ik dat het alles behalve vreemd is dat we in onze relatie met hem ook door seizoenen heen gaan. En gezegend is de man of de vrouw die de seizoenen kent en herkent en er steady in blijft wandelen, no matter what. Zijn jullie nog een beetje blij? Ik wil heel graag een gebed met elkaar bidden. Zullen we dat doen? Lieve Vader in de hemel, wil u danken voor dit moment. Ik wil u danken dat we bij elkaar zijn. Dat we na mogen denken over u en over uw koninkrijk. Er zijn zoveel mooie beloftes, Heer, die allemaal waar zijn. En waar we in mogen wandelen. De zegen van God over ons leven. Vader, de dingen die u Abraham beloofd heeft. Die zelfs tot in de geslachtslijn tot ons mogen komen. Maar ik wil u danken, Heer, dat ook als het stormt en ook als het... als er vragen zijn of als er tegenslag is, dat het niets verandert aan onze identiteit of hoe u naar ons kijkt. Sterker nog, juist dan mogen wij leren dat u met ons ziet zitten. Juist dan mogen we leren om sterker te zijn. En ik wil u danken dat u ons dat onderwijst in juist die momenten als we het moeilijk hebben of niet verwachten. En daarom bid ik, lieve Vader in de hemel, dat u iedereen die hier is vanavond en iedereen die u kijkt, Heere God, daarbij helpt. Dat u dicht bij ons bent. En ik wil echt tegen je zeggen, houd moed. Juist als je worstelt, juist als je het moeilijk vindt. Weet één ding zeker. God die denkt niet anders over jou vandaag. Als dat hij deed gisteren toen je wat beter voelde. Zorg dat je blijft wandelen in datgene wat hij je laat zien. Daar zegen ik je mee. In Jezus' naam. Amen.